Goedemiddag, welkom op onze persconferentie. We spelen morgenavond om 8:45 onze inhaalmatch op het veld van de kampioen, op het veld van Antwerp. Graag jullie vragen voor onze coach. Heinde, we hebben een fantastische wedstrijd gespeeld, vond ik, nu tegen Eupen, dankzij eigenlijk het publiek. We hebben de spelers gedaan wat ze moesten. Boah, ik denk niet dat het zo fantastisch was. Hè. Ik denk dat de eerste helft een beetje dramatisch was zelfs. Dan vallen we zelfs nog met 10. Daar hebben ze een goede reactie getoond in de tweede helft. We hebben heel snel gelijk gemaakt en binnen het kwartier op voorsprong gekomen. En dan was het inderdaad een beetje over de streep trekken aan het einde toe, maar zonder echt veel weg te geven. Dus de tweede helft was best wel oké, met een man minder. Maar ja, in het vervolg toch wat beter starten in de eerste helft. We gaan nu naar Antwerp, een ploeg die eigenlijk ja, moeilijk te pakken is, zeggen we. Kunnen we eigenlijk een goede communicatie in onze ploeg, kunnen we daar van Antwerp toch zeker toch een gelijkspel halen? Dat weten we niet. We hebben in de voorbije jaren niks gehaald tegen Antwerp. Dus dit is voor ons absoluut een moeilijke tegenstander. Maar ieder jaar is anders. Hè. Dus we gaan proberen om dit jaar beter te doen. Maar eenvoudig zal het niet zijn, dat is duidelijk. Wordt er eigenlijk niet meer op getraind, eigenlijk, die communicatie op het veld? Goh ja, we zijn al iedere dag mee bezig. Maar als het niet in u zit, dan gaat dat ook niet, dan komt dat niet vanzelf. Hè. Dat is een eigenschap die iemand heeft of iemand niet heeft. En je kan dat wel een beetje pushen, maar grote babbelaars, als je het niet van je eigen hebt, dan ga je geen grote babbelaar worden op het veld. En dat zeker niet als het wat moeilijker gaat. Dan gaan ze nog meer met hun eigen prestatie bezig zijn. En ja, we hebben er een paar die dat doen, maar het zijn er misschien net iets te weinig. De keer dat Sven Kums op het veld staat, zie je toch wel een heel andere KH-agent. Ja, hij is een belangrijke speler, dat is duidelijk. Hè? Maar oké, je mag als ploeg, en zeker niet als ploeg die bovenaan staat, mag je toch niet afhankelijk zijn van één speler. Want anders, ja, anders blijft het niet duren. Hè? Maar het is inderdaad wel een vaststelling dat als hij er niet bij is, en zeker ook Hong er niet bij is, want dat is dan die andere locomotief, zou ik zeggen. Ja, als die er alle twee niet op staan, dan hebben we het moeilijk. Sven is voorlopig prima bezig. Maar oké, zelfs hij in de moeilijke matchen alleen is moeilijk. Ik zeg het, Hong is moeilijk te vervangen voor ons. Dus het wordt nog even door de zure appel bijten, nog een paar weken, tot hij terug is. En eenmaal hij terug is, denk ik dat we er weer een stuk sterker voor staan. Zou je eigenlijk aantreden met de sterkste ploeg die je hebt voor het ogenblik naar Antwerpen? We proberen het altijd, hè. Maar ik moet altijd managen natuurlijk. Hè. Ik heb maar 14 spelers, dus Gift is nu geschorst. Dus ja, dan probeer je een beetje iedereen te gebruiken, iedereen de rust te geven. Alleen ja, stellen we vast dat nog niet altijd iedereen al klaar is om te starten, om hoog niveau te brengen. Dus daar gaan we toch nog een beetje geduld moeten mee hebben. Maar we moeten het managen met een heel kleine groep. Het is een beetje een tijdbom, noem ik dat. Moest er echt iets gebeuren met een paar key players, ja, dan kunnen we echt zwaar in de problemen komen.